Nou, aangezien dus die twee grauwen nog wel eens op stap gaan samen. En die witte dan dus alleen is. En ik denk dat die grauwen op een gegeven moment echt ergens anders naartoe gaan. Gaan we geslachten bepalen. Ook maar van die grauwen, dat is meteen gedaan. En om te beginnen heeft deze een klein roze bandje om zijn poot gekregen. Want ja, voor de rest kan ik ze niet zo goed uit elkaar houden. Hè? Nee! Jullie lijken een beetje op elkaar, hè? Ja, jullie lijken op elkaar, dus heeft hij een mooi... Eens kijken, laat je poten zien. Een mooi roze bandje erom. Oh. Ja, een mooi roze bandje eromheen. Heeft hij geen last van heel zacht spul. Nou, dus dan moet ik per gans een paar veertjes uit de borststreek halen. En dat opsturen. Dus dat gaan we dan doen. Ja, je hebt helemaal geen bandje, dus jij bent degene zonder bandje. Nou, beginnen we zo. Deze is met een bandje. Dan moet ik dus 5 veertjes uit zijn borst trekken. Oh. Het is wel heel dikke veren heeft hij. Even kijken hoor. Oh, 1. Wordt dus DNA-onderzoek. Oeh. Vast. 2, wacht ik. 2, wacht ik. Doe even in een bakje hoor. Hou vast. 2 heb ik al. Envelopjes heb ik al gevuld. Nu nog eventjes die grote. Deze is behandeld. Nou, dan pakken we de boel in en dan sturen we het op. Nou, de uitslag die is er, dus let op, let op. Het zijn alle 3 vrouwtjes. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Zeker die witte niet, dat was zo'n dominant Blair beest. Dus nou, dan gaan we er eentje bij zoeken. Nou, dat zijn dus meisjes, hebben we gezien. Dus ik heb nu, ben aan het zoeken naar een man. Voor haar dus, wie had dat gedacht? De kruisvogel. Nee? Dus wie weet heeft ze binnenkort een vriend. Eentje van afgelopen jaar is het beste. En dan een mooie witte. Ik denk dat deze een keertje weg gaan vliegen, deze dames, op zoek naar een partner. Maar goed, die zijn ook natuurlijk nog niet volwassen, dus dat... Het zal nog misschien even duren. Ik ga het zien. Daar zit hij dan. Hè? Ja, rustig maar. We gaan rijden. Gauw naar huis. Hè? Ja, niet boos zijn. Hij is volgens mij niet zo heel blij met me. Hé. Hey. Ja, grote vriend. We gaan naar je vriendinnen. Ja. Kom. Oh. Nou, oké. Even die bens even volgepoept. Geef niet. Kom. Kom eens even kijken. Dat is leuk. Hé. Hey. Normaal duiken ze op dat voer af, maar... Dat is leuk. Zo'n man. Ik krijg die man ook een beetje eten. Jij een beetje eten. Ik denk dat ik hem maar gewoon los ga laten. Hè? Zo, ik geef ze even wat eten rondom. Dan kan hij ook een beetje wennen. En dan zet ik gewoon maar de hek open. Zo, hier, kijk eens. Kom er maar uit. Ja. Ga zitten. Nee, kom er maar uit. Goed zo. Kijk, zo. Wat een flop. Nou, dat is gezellig. Hé. Hey.
Ja, ze gaan meteen naar het zwembad. Het is wel een beetje, ja, het loopt wel een beetje heen en weer zo. Kijk eens even. Beetje binnen aan het grind misschien. Nou, lekker zitten. Kijk, hij heeft al wel een drinkbak gevonden. Dat is lekker. De andere poedelen daar ook in. Oh, 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 dat is wel een leuker toch, die man? Nou, ons liefdeskoppel gaat aardig. Hij is nog best wel een beetje bangig, maar loopt wel achter haar aan. Dus je moet gewoon even wennen aan de drukte met allerlei andere beesten. Dan ga ik ze weer lekker uitlaten. En dan hoop ik dat die big boy meekomt. Kom maar. Goed zo. Waar gaan ze nou allemaal naartoe, hè? Ja, ga maar lekker gras eten. Oeh. Nee, die kant op. Hup. Goed zo. Want hij is geen gras, maar wel water gewend. Dus, ja, kom maar. Ja, daar komen die anderen ook. En daar komt die grote ook mee. Jezus, wat een beest, hè. Hij kan dus niet vliegen. Hij kan wel limbo dansen. Nou, kijk of hij een beetje dat hellinkje afkomt. Goed zo. Kom maar. Lekker gras eten, jongen. Je kan lekker de sloot in. Kijk eens even, dat is fijn. Dat is eigenlijk wel gek. Het zijn grazers en deze, hè, ze houden hun kop scheef als ze het gras eruit trekken. Maar die bonte, die had geen gras waar hij vandaan komt. En die zit wel af en toe een beetje op zo'n grassprietje te knagen. Maar helemaal wat hij ermee moet doen, dat weet hij niet volgens mij. Moet hij gewoon even leren. Kijk, die anderen die eten zich helemaal gek. Gezellig hè jongens. Die witte die gaat langzaam het water in, denk ik. Ik zie nog één stapje in jou hoor. 1, 2, klonk. Ja. Ja, daar houdt het gras een beetje op en begint de sloot, vriendin. Ja, ja, dat is weer niet zo handig van je. Hé, joh, kijk uit. Dat is niet zo handig van je. Nou, stink je naar sloot. Je stinkt nu naar stinksloot. Ja, sorry. Ik moest even lachen. Ja, dag. Gadver. Ja. Kom maar, hè. Ja, sorry. Ze zijn zo leuk. Hè? Heb je ook uitgelachen? Heb je er ook uitgelachen? En hij staat daar nog maar een beetje te staan. Ja. Hij weet het allemaal nog zo net niet. Ja, die anderen grazen zich helemaal rot. Maar hij snapt dat nog niet helemaal. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Nou. Dat is niet lief, hè? Jezus. Nou, ik hoop dat het pikorde is. Zeg maar. Ja, hij komt er toch weer bij. Oh, hops. En in de sloot is die nu. Kijk eens even, dat is lekker, hè? Dat is niet aardig, hè, Vander? Nee. Nee.
Dat is niet aardig. Die daar een beetje aan het grasje zitten eten. En dan kom ik er alleen natuurlijk weer uit krijgen. Nou, ja. Nou, kijk ze toch eens even gezellig samen gras eten. Dan moet het er alleen natuurlijk nog uit zien komen. Maar het is wel grappig dat hij nu lekker gras probeert te knabbelen. Hij is er net gewoon uitgestapt. Goed zo! Kijk eens even, wat een joekel. Ja, dan zit je onder het kroos, hè. Dat doet hij toch gewoon lekker achteraan. Ganzen kennen dus ook gewoon pikorde. Dus ik ga ervan uit dat het eventjes is, dat deze natuurlijk de chefin is. En dat hij eventjes een beetje pas op de plaats moet maken. Maar dat komt allemaal wel goed. Hè? Nou, het is, hij is er nu weer 3 dagen. Gerrit de Gent. Gent is een mannetjesgans. En tok. En die is er 3 dagen. En de pikorde is redelijk onder controle. Af en toe pak ze hem nog even bij zijn kont. Maar verder... ja, kijk, gaat ze weer. Dan kijkt ze naar hem. Nou, vandaag nu even niet. Maar af en toe moet hij toch eventjes zijn plekje kennen weer. Af en toe, hij moet niet te bij de hand worden blijkbaar. Ja? Beetje aardig, hè, voor Gerrit. Nou, doe jij een beetje lief? Ah, het wordt al wat minder. Blijkbaar bedenkt ze, nou ja, is toch nog best wel leuk.